Dit is woonzorgcentrum Vizier en gezondheidscentrum Vizier allebei. Op de derde, vierde en vijfde verdieping wonen hier 21 bewoners. Allemaal bewoners met dementie. Ja. En ik ben welzijnscoach van Vizier. En dat houdt in dat ik me bezighoud met het welzijn en de dagbesteding van onze bewoners. Balkonzenders brengt bij ons het feestje binnen. En zodra jij binnenkomt, dan is dat gevoel er. En dan herkennen ze jou niet natuurlijk. Dan weten ze niet meer wie je bent. Maar ze herkennen dat gevoel wel, wat je ze geeft iedere keer als je er bent. Dus, en muziek, dat komt met prachtige herinneringen. Dat komt van vroeger, dan komen die gevoelens weer naar boven. En dat is een fijn gevoel, dus dat houden ze vast. En dan zijn er lekkere hapjes en dan iets lekkers te drinken. En dan gaan we echt een feestje bouwen. Zodra jij binnenkomt, dan straalt iedereen al, want dan weten ze, er gaat iets leuks gebeuren. Deze bewoners kunnen niet meer zelfstandig voor zichzelf zorgen. Dus dan hebben zij ons nodig om ze daarbij te helpen. Dus ze wonen begeleid eigenlijk bij ons. Ja, en wij zorgen dat het dat alle aspecten van hun leven aan bod komt. Dus ook het sociale aspect, dat is een hele belangrijke onderdeel van welzijn van iemand. Dus, en dat is iets wat heel erg belangrijk is, maar wat niet vaak bij stilgestaan wordt. Zeker bij bewoners van dementie. Omdat men denkt van, nou ja, zij wonen dan op een gesloten afdeling, dan is dat niet meer nodig, dat sociale aspect. Maar juist dan is dat des te belangrijker. Strandpaal. Eenzaam in schoonheid. Eenvoud aan de kust. Gids voor wie niet weet. Even tegen leunen. Een moment van rust. Al 150 jaar steun en toeverlaat, ongeacht het weer, want de redder weet waar een strandpaal staat. Elke stoere strandpaal aan de Noordzeekust, baken van houvast, slenter je voorbij, meestal onbewust. Onopvallend het teken gegeven voor woord, als een glimp, een vaag lichtpunt dat gloort. Zo heb ik nooit eerder een morgen gehoord, onbegonnen, verzonnen een poort. De schemering fluistert oneindig zacht, ieder spoor van geluid mag vergaan. Verlangend naar het eind van de nacht, in jouw eindeloos ruisend bestaan. In jouw magische wereld is alles dichtbij, zijn mijn woorden ver weg van de wal. In een zucht is de diepte bereikt en met mij, in een duizelingwekkende val. Ik ben Malou Kamstra, beeldend kunstenaar, dichter en muzikant. En mijn werk is reizen te herkennen aan de hoeveelheid symboliek die ik gebruik. Lopende mensen, verpakt op het spoor. In rijen naar de roltrap, rechts is staan, links is door. Contact en contactloos, mijn tas verdient een plaats. Ga maar naar de buurman, was mijn allerlaatste glaas. Want de grootste intimiteit is met antennes wijd gespreid het oogcontact hier, wat iedereen maar mijt. Vogelprop blik mensen, verpakt op het spoor. In rijen naar de roltrap, rechts is staan en links is door. Weggegaan. Overal vertraging door de staking. Als we nou maar niet te lang hier staan. Ik gooi mijn water weg, dat mag niet. Flesje wel, dat vul ik straks wel weer. Ik heb hier het allereerste exemplaar van Encore. En Caroline gaat deze uitreiken aan onze andere speciale gast, Frits Huis, voormalig wethouder cultuur. En om hem te danken voor zijn bijdrage aan Carolines projecten. Ik
Ik was benieuwd of jullie iets kunnen vertellen over de beelden die we gezien hebben in de clip. En de artiest, die we ook de rapper, die we er ook in gehoord hebben. Collins is eigenlijk een taxichauffeur in Kampala, in Oeganda. Ik heb hem 4 jaar geleden ontmoet. Op een rit van het vliegveld naar de hoofdstad. Dat is een rit van 5 kwartier ongeveer. In ieder geval toen, want toen was er nog geen snelweg. Gaandeweg die rit, en dat was echt om 2 uur 's nachts of zo, kwamen we erachter dat we allebei wel een beetje een passie voor muziek hadden. Dus ik heb wat liedjes laten horen. En hij liet wat dingen horen die hij in een studio in Kampala had gemaakt. En eigenlijk was dat het begin van een soort vriendschap. On our way to the hotel, we came discussing. Asked me whether I'm a fan of football. Do you like football, Collins? I said no, I'm not a fan. And he asked me, man, what do you like to make you happy? I told him, I like music. I do sing a little bit. I do sing, yeah. Het heet Heimwee hoort erbij. Kom even aan in Rio. Dat ik leerde begrijpen wat dat nieuw normaal nou is. Van iedereen gescheiden, ineens alles geschiedenis. De muziek ging in mijn hoofd door, pijnlijk mooi, maar veel te zacht. De herinnering aan wat voorbij is, zonder dat ik het had verwacht. De heimwee hoort. Deze dans van eenzaamheid. De heimwee hoort. De heimwee hoort. De heimwee hoort erbij. Deze dans van eenzaamheid. Niet iedereen verlaat het verleden. Kan zich verzoenen met vandaag. Wat je leven vorm kan geven, wat je terug wil, zo zins graag. Er is de stilte in de storm, de fermate van een lach. De rust in elke maat, zelfs wat je mist, had je niet bedacht. De heimwee hoort, de heimwee hoort, de heimwee hoort erbij. Deze dans van eenzaamheid. De heimwee hoort. De heimwee hoort. De
deze dans van eenzaamheid. Zich verzoenen met vandaag, wat je leven vorm kan geven, wat je terug wil, zo zielsgraag. De heimwee hoort, de heimwee hoort, de heimwee hoort erbij, deze dans van eenzaamheid. Om het draaglijk te houden, zing je dan een deuntje. Deze gasten gaan in deze emmer. En dan hoop ik het record van gisteren te verbreken. Dat was 35 kilogram. Dit zijn dus die karoben, jongens. Ja, ik vind het hele het lijkt net alsof ik hele grote dropstengels aan het plukken ben. Van een hele grote dropstengelboom. Dat is natuurlijk niet zo. Die Johannesbroodboom, zie je dat? Al die zwarte nestjes. Dat zijn dan alle peulen. Ja, dit is een hele oude en natuurlijk dus ook gigantisch grote. Want dit is allemaal dezelfde boom. Kijk, met die mooie lange takken. Ja, excuse me, maar dit is toch sensationeel. Kijk, al die peulen die je ziet, horen allemaal bij één boom, hè? Bij deze. Een beetje een twee gespleten personality. Maar ja, dat mag ook wel een keertje na al die jaren. Kijk, dit moet je dus niet doen, volgens mij, eraf rukken. Ze moeten gewoon vanzelf een beetje willen. Welwillend. Dat is de truc. Nou, en dan heb je gewoon een heel bos palingen bij elkaar. Kijk dat toch. Leuk, hè? Ja, palingen lijkt het. Het lijkt op een drop. Ik ben nu 7 maanden hier. Het is de 7e maand. En de eerste maand waren echt, de maanden waren echt witte broodsmaanden. Dat ik ook in een soort apathische verwondering me hier verbleef. Hé, krekels, hou eens even op, hé. Ik ben hier een interessante vlog aan het maken. Maar het is natuurlijk heus niet altijd joegij. Daarnaast heb ik COVID gehad op de valreep. Hè? Heb zij ook een keertje COVID? Dat ik soms ook wel wakker word en dat ik denk van ja, wat doe ik hier eigenlijk en wat moet ik hier?
ik wil eigenlijk alleen maar een beetje de boel in verhouding stellen. Het staat allemaal los van de zalige liefde die ik met Sergio ervaar. Nou, nu ga ik weer verder met zingen. Ice cream for ice cream. Wat hebben jullie gaan het in Amsterdam ook meemaken, toch? Hoge tropische temperaturen vandaag. Ach, ik kan jullie trouwens nog wel een klein stukje droefenis laten zien. Omdat iedereen daar op een gegeven moment ook wel weer van opknapt. Van een stukje droefenis. Daarom kijken we ook allemaal naar die ellende. Omdat we dan denken van, oh, gelukkig gaat dat aan mijn huisje voorbij. Maar kijk, dan kun je wel denken dat je hartelijk, aardevriendelijk bezig bent. Door geen pesticiden te gebruiken. Het loopt nu op het laatste van alle citrusbomen. Die mooie rijtjes die je daar ziet. We hebben daar heel veel sinaasappels en clementines en zo van geplukt. Citroenen zijn al over. Maar nu, omdat wij dus niet spuiten met pesticiden of wat dan ook. Vinden de muskieten, de muggen of iets, een beest. Die prikken dan in de sinaasappel. En één klein kutprikje, excuse me Lemo. Maar één klein lulprikje en dan kun je de sinaasappel weggooien. Dat doet dan pijn. Kijk, deze sinaasappels liggen dan al gewoon te sterven. Maar kijk, dan wordt het dan ingeprikt. Zie je dat? Vottermet, ja, super erg eigenlijk. Want, oh, ze zijn namelijk zo verschrikkelijk lekker. Dat ga ik je straks ook nog wel even laten zien. Ik pak gewoon zo meteen een sinaasappel. Pluk ik van een boom. Voilà. Deze jongen is helemaal in orde. Weer dat jongen. Deze meid is helemaal in orde. Genderneutraal taalgebruik. Wie heeft daar nou geen zin in? Hou nou toch eens weer op met al dat onderscheid. Wat ging ik hier doen? Oh ja, ik ging... de kruiwagen halen. Ja, je verzint zo wat aan camera standpunten. Zo, we zijn er. Ik wil even een klein pauzemomentje gaan inlassen. Deze sinaasappel opeten. Ga je zien. Ik weet niet of er hier nog mensen naar kijken die de reclame van vroeger kennen. Van, het was weer een schappig perenjaar. Ik ga je vertellen dat dit een heel sappig... Oh. Even weer een staaltje onbeschaafd eten. Zuurig en heel zoet. Nee, Odette zijn we nog laat. Je moet wel af en toe ook een sinaasappel eten. Hè? Niet alleen maar uitpersen, wat ik vooral doe. En ze heeft gelijk. De vitamintjes, die gaan vooral door het koudproces naar je lichaamssysteem. Moet er wel naartoe. Even wat eten en drinken tegelijk. Dit is ook een karoweboom. Maar nu zit de dag erop. En hang ik ze onder. Even geen gepluk meer of geraap. Geniet van de stilte.
ja, die natuurlijk heerlijk onderbroken wordt. Er wordt trompet geoefend van Sergio. Gaat helemaal improviseren. Maar zo is het een mooi rondje, hè? Beginnen met de dag met het gepluk van die prachtige peulen. En dan eindigen we onder de krekels die in de boom zitten. Terwijl de zon in het rare weer aan het ondergaan is. Dus dat zien we helemaal niet. Het is raar grijs. In de verte de stad. Nou ja. Tot de volgende vlog. Oh, hey, welcome to another edition. Scratus explains everything. My name is Scratus. I still like to explain things from time to time. So Ukraine being invaded by Russia. How's it going? Not quite a year, but we're getting close to it since Russia invaded Ukraine, a neighboring peaceful state, in a naked act of aggression. It was supposed to be a 3-day war. It's crossed over 300 days so far, and it's not really going good for anybody. A lot of dead people who should be alive, a lot of destroyed land that should be healthy, and there's a lot of people going hungry around the world who should be eating both Russian and Ukrainian grains. So Vladimir Putin's, well, he's made a pretty big mistake. Let's be fair, he won this gamble multiple times. In 2014 they invaded the Donbas, Luhansk, and took Crimea. Nobody said a thing. It's amazing how often Yes Minister, a TV show from the 80s, is absolutely accurate. He was described as, how would Russia invade the West? They would use salami tactics, one slice at a time. Not big enough to raise, you know, reaction, but still a piece at a time until eventually get a lot. And that's exactly what they did. They took a slice at a time until they tried to take all of Kyiv. But at this point, the war is ground to a halt within reason, although Ukraine is slowly pushing back. And Russia is under an incredible amount of sanctions. They've lost about 1 million men who have left the country. They've lost about 1 million more who have either been killed or dispersed. And at this point, the sanctions are starting to bite. One of the interesting things about capitalism, one of my complaints about capitalism, actually makes the sanctions work effective, which is that no company can make anything. Every company relies on countless numbers of companies. You know, if you want to make something, you need minerals. Well, to get minerals, you need to mine them. And now you're talking even on a small scale, you know, what, sledgehammer at the very least? You know, it's not effective. You can't use a hammer. You need drills and things. Right there, you've got all sorts of other companies, the ones who make all the materials and make the windings for the motors, who make the batteries, who make the cases. It's an incredibly complex web of suppliers. And to me, this is one of the biggest weaknesses of capitalism, is that when one of those suppliers simply can't make it profitable, which is mathematical, they're still making their products, but this artificial number doesn't balance out, they go under, bankrupt, and disappear, and now suddenly you don't have a parts manufacturer for something that might have been critical. Before the war, Ukraine was the world's leading suppliers of wire harnesses for automobiles. Because wire harnesses are very difficult to manufacture, they're not producing anywhere near enough quantity for any single type to automate it. It takes a relatively highly skilled and underpaid workforce to do this, and Ukraine was the world's producers. You know, there's only but so many Audi 5s of a certain type produced, so they only need a couple thousands or tens of thousands of wire harnesses. And of course, you need a different one for a different thing, and only a human being can adjust to the different conditions that easily. So they've had to change the whole supply chain to get that. At one point, the auto industry was really, really held down. They couldn't produce cars because they did not have wire harnesses or capacity to get them. Now, Russia has been cut off from lots and lots of wire harnesses. Transistors, high-tech components, low-tech components. It's very, very difficult to replace that, because to replace a transistor, you need to produce
thousands and thousands of different kinds of machines. There's only a few companies that even produce transistors, or the machines that make transistors. Taiwan is the world's leading producer of transistors, and has been for a long time. And with China's ever-present threat about them, the world's trying to produce transistors in other places, because it's a bottleneck that destroys the economies. You know, capitalism doesn't do well without endless growth. You know, if you don't grow for 2 quarters in a row for 6 months, it's called a recession. You get a couple more times, you're in a depression. We've only had one depression, because endlessly growing, which is exponential, and mathematically it just doesn't work. But even forgetting the mathematics, it's so fragile. These oil stresses have stressed out the entire world's economy, because we allowed a company to raise their prices unchecked. You know, you can see their earnings have skyrocketed. And earnings is the difference between cost and your revenue. And because the cost hasn't gone up, the revenue went up, because they had essentially a monopoly and corrupt kleptocracy, you know, organization, you know, cronyism, to act in collusion and raise the prices. So at this point, I'm still amazed how well the whole system holds together. But the truth is, capitalism is, again, it's fake. It's not like it's trees. You know, this is the thing, the environment, that's real. You know, we can't fake environmental things, but capitalism we can fake. So up to the point where it breaks, and then all of a sudden everything sort of grinds to a strange halt. It's strange. So we'll see what happens. That's what I think's going on in Russia right now. I think the Russians are on the back foot. They can't replace everything they've had destroyed. Ukraine has more and more support from the West. The West isn't even sending their best weapons. We're sending the good weapons. But we have much, much better weapons we're not even using, so we're fighting with one hand behind our back. Maybe they're just trying to bleed Russia dry. I can't tell you for sure. They're definitely running out of men. And they've lost a huge amount of equipment that's pretty impossible to get back. So I don't think the nuclear is really an option that we should even worry about, but so much, because if they actually launched nuclear weapons, I think the retaliation would be indescribable. And I'm not convinced that the Russian nuclear weapons even work. You know, they stole all the money they were supposed to spend on tires for their trucks. And the one thing you know you're going to use, not even in war, just in a war exercise, is cargo trucks, because you have to send amazing amounts of supply just to feed the guys. And they stole the money that went into the tire trucks. And you know those trucks are going to be needing those tires. It will get found out. So if you steal something as obvious as that, it seems to me the nuclear arsenal, less likely they're going to use it. And they started pulling off nuclear warheads and using the rockets. So, I don't know. I think Russia has made a massive mistake and continues to make massive mistakes. And peace is easy as long as they leave all of Ukraine and Crimea as well. Anyway, I took a bike ride for the first time and figured I could use what the show says. And I'll explain something if you like it. I got time on my hands. Got back on stage a little bit. That's going to be good too. So come around 11 January, right, to the Feed Cafe on Wilbastrat. We'll be doing a show there with Ken Parsons. And till then, Happy New Year! Or whenever that was. I'm happy.